toen dacht ik, ja, ik ga het maar doen. Want uit het gewone bedrijfsleven is er geen sponsor te krijgen voor die meiden. En gewone mensen die kunnen lopen. En ik ben gehandicapt nou en ik dacht, nou ik ben toch gehandicapt. Dan zal ik het maar weer doen. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen, want ik heb nog meer. Ik heb voetbalteams ook die ik sponsor. Ik denk, nou doe ik de dames er ook bij. Hoe gaat het eigenlijk? Ja, het gaat wel. De ene dag beter dan de andere dag. Ik heb een hoop pijn en ja, af en toe zie ik het ook niet zitten. Dan denk ik, nou was ik een man niet meer. En dan kijk je toch om je heen en denk je, nou ja, het moet wel, hè. Je hebt je kinderen, je vrienden, je vrouw en al je fans in Nederland. Die er toch weer doorheen slepen. En zeggen, jongen, je moet al verder. Maar af en toe zie je het niet zitten, maar dan ben ik niet de enige. Er zijn er al duizenden die gehandicapt zijn, die dat hebben. U zou eigenlijk ook een beetje inspirator kunnen zijn voor al die gehandicapten in Nederland. Kunt u dat opbrengen? Ik zal het kunnen opbrengen, ja. Kijk, je houdt altijd, als ik praat over de gehandicapten, en er staat een ander staat te luisteren, denk je, ja, heb je hem weer, of zus. Maar ze weten niet wat het is. Kijk, ik ben ook 40 jaar tot het gebeurde. Ik had het ook nooit meegemaakt. Maar ik weet wat ik heb nou. En ik zal een ander, wie een ander staat te katten, of wat, zal ik niet zeggen, jongen, van, nam het maar eens van mij over, of nam het van die ander over. Want je weet niet wat een ander bekeert. Je weet niet wat dat meisje bekeert of die jongen die rolstoel. Dat heb ik ook nooit geweten. Maar nou weet ik zelf wat ik heb. En niet om mij, maar er zijn om 100.000 mensen die ze gewoon ja, af en toe uitlachen ofzo. Dat vind ik vreselijk. Tot het zo makkelijk over wordt gedacht, zoals de regering ook nou. Weer bezuinigen op gehandicapte mensen, op oudere mensen. Wie een rolstoel, als je 65 bent, krijg je geen rolstoel meer. Kom je niet in aanmerking voor een nieuwe rolstoel. Het is toch belachelijk in Nederland. Dan heb je van je 14 jaar hebben die mensen gewerkt. En dan krijgen ze, als ze 65 zijn, krijgen ze geen rolstoel. Dat is toch belachelijk. Kijk, die mensen die daarover beslissen, die kunnen lekker lopen. En die kunnen wel lekker praten. Maar ze moeten er zelf maar voor komen te staan. Ik zeg niet dat ze het moeten krijgen, maar ze moeten er zelf voor komen te staan. Dan weten ze pas wat het is. Straks die EK in Spanje. Ja. Wat zijn je verwachtingen? De verwachting is in ieder geval dat we finale spelen. En dat zal dan, ja, meestal gaat het tussen Duitsland en Nederland. En dat is gewoon, ja, top of de ronde. De ene keer winnen hun en de andere keer winnen wij. Alleen wij hebben titel te verdedigen, dus 200%. Ik hoop het, maar ik denk dat de voorbereidingen daar niet helemaal positief in zijn. Ik hoop dat jullie alles winnen. Niet voor mij, ik vind het leuk. Maar voor jullie, plezier. En ik hoop dat ik dan nog heel wat jaren voor jullie kan doen. Nee, niet. Ja. Okay.